En het dorp Guyaba in het boven Suriname gebied beschikt weer over elektriciteit. Zondag 3 april heeft de herstart van de energievoorziening plaatsgevonden onder toezicht van het traditioneel gezag van het dorp. De solar plant te Guyaba kwam vanwege de overstroming in het boven Suriname gebied onder water te liggen. Ter voorkoming van schade is het systeem ontkoppeld en veilig gesteld. De vorige maand was minister Abiyamofo in het binnenland voor een oriëntatiebezoek. Hij zei toen dat het project van Power China wordt voortgezet en dat het de bedoeling is dat elk dorp wordt voorzien van permanente elektriciteitsvoorziening. Fase 1 hadden we gehad, Guyaba en Pekinslee. Die stations staan er al. En we hebben ervoor gekozen om het project te continueren met fase 2. Waarbij al deze dorpen dus nu aan de orde zullen komen. Andere stations, andere centrales in dit project moet ik ook aangeven voor de volledigheid. Betreffen ook een groot station dat moet komen op Phuketi. In het Tapanahoni gebied voor de dorpen die liggen tussen Sangamasusa en Kisai. Voor zij die bekend zijn met het Tapanahoni gebied. En ook Galibi, Christian Kondre en Langaman Kondre. Ja, dat is het complete project. Er wordt ook gewerkt aan een elektriciteitsstation in de dorpen Botopassi, Jumu en Kayana. De NH-bewindsman vroeg tijdens aan de gemeenschap om zorgvuldig om te gaan met het zonnepanelensysteem. Een duurzame en kostbare faciliteit voor de gemeenschap aldaar.